Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag is het maandag en wij zijn bezig met het maken van een TikTok. En we gaan nu eentje van Martien doen. We hebben net eentje opgenomen al. Een TikTokje opnemen. Dus ik zet de camera hier neer. Dan kunnen jullie meegenieten hoe wij dit gaan doen. Nou, hij is gelukt hoor. En hij staat nu op TikTok. Dus ga ons even volgen. Hoe heet jij op TikTok? Ik heet Anouke Smit. Van je naam? Ja. Ja, ik heet gewoon Lisanne Blok. Dus ga ons even volgen. Maar hij is echt heel leuk geworden. Echt top. En nu gaan we nog eentje doen, toch? Of niet? Gaan we nog één doen? Ja, we gaan even kijken. We gaan er nog één doen. Dit is nummer 4 alweer. Ja. Oh mijn god. We gaan nu weer beginnen met deze setting. Dus als je deze nog niet hebt gezien, dan volg je ons nog niet. Oké, we zijn uiteindelijk beland bij de bagels en beans. Super lekker. Anouk heeft je favoriete gerecht, hè? Online. Wat is het? Bospaddenstoelen. Schat, dat is toch vega, of niet? En ik heb de avocado. En we zitten hier heerlijk te lunchen. Dus we gaan lekker eten en we hebben echt een super lekkere ijskoffie. Dus wij gaan lekker genieten. Oké, we hebben intussen geluncht bij de bagels en beans. Was echt wel lekker. We wilden eigenlijk bij Benji's, maar dat was dus dicht of zo. Ik weet niet waarom. Oh ja. En we moeten ook even kijken hoe we moeten rijden, want die weg is nog steeds volgens mij afgezet. Maar we gaan nu even een TikTok opnemen. Zal niet de eerste keer zijn. Oh ja, dat klinkt zo raar. Oké, wacht, ik zet hem al hier. Deze kan hier. Hey, top plek niet zo. Oké, wacht. Oh ja, we gaan. We moeten wel even goed licht. We zijn heel dichtbij hoor, schat. We kunnen naar achter, hier naar achter zitten. Oh, het is wel lelijk hoor. Kan je even een aircootje aan doen of zo? Of het raam open? Ja, maar schat, dat hoor je. Ja, maar ik moet dan eerst mijn ding hebben. Die heb jij nog. Nee, dan heb ik mijn ogen dicht. Nee, dat is echt lelijk. Doe wel grappig aan. Doe dat, dat is wel grappig. Ja, hè, die is dat is wel leuk. Wat wil je zeggen? Ik weet niet eens wat ik wilde zeggen. Dit is ook weer veel te lang. Wij gaan nog eentje opnemen en dan praat ik later over tegen jullie. Oké, ik ben weer thuis aangekomen. Het was zo gezellig met Anouk. Ik heb het echt super gezellig gehad. Ik heb haar ook echt lang niet gezien. Ook mede dankzij, you know what. Dus dat was echt super gezellig. Mijn haar ziet er alleen echt niet uit. Maar ik heb intussen ook mijn joggingbroek aangetrokken. Dus ik ben helemaal paars. Fully purple. En de appie is er nu trouwens. Die is nu boodschap aan het bezorgen. Voor mocht je dat horen. Ik ga zo eventjes mijn spulletjes hier allemaal opruimen en doen. En ja, dan ga ik daarna lekker een beetje chillen, denk ik. En ik heb nog helemaal geen trek, maar het is ook al bijna. Tenminste, mijn ouders willen bijna volgens mij eten al gemaakt ook en zo. Dus ja, we gaan zien. Het is wel echt super lekker weer nu. Het was echt de hele tijd aan het regenen, ook onderweg. Het was super druk ook. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb me net even aangekleed. Ik heb nu dit topje aan die ik gisteren ook eigenlijk aan had. Ik kom even naar de spiegel lopen. Dan zie je het misschien iets beter. Maar ik heb dit topje aan. Die had ik gisteren ook aan. En die is van Naked. Zo'n paarse met zo'n soort van mouwtje. Ik heb mijn kettingje van Ellie om. Deze is van Lofies. En die eronder van My Jewelry. En ik heb mijn 501 van Levi's weer aangetrokken. En weer mijn Panther Espadrilles. En ik heb even mijn zonnebril opgedaan. En helemaal niet omdat de zon schijnt of iets. Maar ik vind het altijd gewoon fijn om mijn haar dan een beetje zo op deze manier uit mijn gezicht te halen. Maar ja, ik heb me even aangekleed en opgemaakt een heel klein beetje. Want ik ga zo even de deur uit met mijn moeder. Ik ga even naar het dorp hier. En dan gaan we eventjes wat dingetjes halen. Even rondkijken, even ertussenuit. En ik heb ook nog twee dingetjes verkocht. Dat ligt daar op de kast. Voor United Wardrobe. Daar heb ik twee dingetjes van verkocht. Die moet ik ook even gaan versturen. Alleen hebben ze hier een beetje aparte tijden met dat PostNL-punt. Dus waarschijnlijk moet dat nog weer later op de dag gebeuren. Dus ja, daar ga ik later wel even voor kijken. Maar in ieder geval, ik ga er zo vandoor. Oké, ik ben weer thuis van dingetje wat dat is. Ik denk dat mijn moeder wel even open doet. Maar we zijn dus langs de bakkenbord geweest. En we hebben een broodje gehaald.
echt heel erg lekker. Ik heb er echt heel veel zin in. Kijk, ik heb namelijk een hele grote panini met mozzarella en met tomaat en pesto. Heel lekker. Dus die ga ik zo even lekker opeten. Ik heb eigenlijk trouwens helemaal niet echt wat gefilmd in het dorp eigenlijk waar we zijn geweest. Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt ook gewoon omdat het, ja, het waren niet echt hele interessante dingen die we meemaakten. En mensen zijn hier, merk ik, gewoon een stuk minder aan het opletten op de regels. Dus mensen komen veel te dichtbij in de buurt. Dus dat vind ik gewoon altijd nooit zo heel erg fijn. Dus dan heb ik altijd zoiets van, nou ja, dan hou ik me al helemaal niet bezig met die camera erbij. En ik weet niet, in Amsterdam heb ik het idee dat mensen er, iedereen is er overal wel klaar mee. Maar in Amsterdam zijn mensen toch gewoon wat meer voorzichtig of zo. Ik weet niet waarom. Dus ja, dat vind ik gewoon een beetje irritant. Dus ja, maar in ieder geval, ik ga lekker, heel lekker mijn broodje opeten. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik ga ondertussen even op mijn laptop een video kijken. En ik moet straks nog even die... Want ik was gisteravond bezig met een... hoe noem je dat? Een video editen. Mukbang van McDonald's. Dus die dat als het goed is al online. Dus dan kunnen jullie checken. Ik zal mijn vriend Ietje linken. Die ga ik straks even uploaden. Ik weet niet eens waar ik naartoe wil met dit verhaal. Maar ik ga even lekker mijn broodje eten. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En het is voor mij aardig vroeg. Want... ik heb een inzage straks op school. Dus ik ga weer sinds echt een half jaar tijd of zo ga ik weer langs school voor die inzage dus. En ik ben echt super moe nog. Maar ik heb net lekker mijn make-up gedaan. Ik praat ook nog een beetje anders dan normaal. Maar dat ligt dus daaraan. Ik loop heel even naar de spiegel toe. Dan kunnen jullie nog zien wat ik aan heb. Ik heb namelijk aan dit blouseje. Ik vind die echt super leuk, maar ik heb hem nog nooit aangehad. Maar het is nu weer wat slechter weer, dus dan kan ik hem nu weer aandoen. Kettingtje is van Ellie. Mijn broek is de 501 van Levi's. Dat is deze. En mijn schoenen zijn die instapfans. En mijn stem klinkt echt nog steeds een beetje soort van verrekt ofzo. Dat heb ik altijd wel een beetje in de ochtend. Maar ik ga eventjes kijken hoe laat ik ook weer weg moet. Volgens mij voor 10 minuten. Ja, over 10 minuten. En dan ga ik dus naar school toe. En het is wel heel erg leuk. Dan meet ik Karima, een lesgenootje van mij, meet ik dan daar. En ik heb haar natuurlijk, of nou ja, ik heb haar ook een echt heel erg lang niet gezien. Echt een half jaar. De laatste keer was in die week dus van 16 maart volgens mij. Dus dat is echt super lang geleden. Dus dat is wel heel erg leuk. Gaan we samen naar die inzage toe. En daarna ga ik eventjes door naar mijn appartementje in Amsterdam. Heel even daar chillen. Misschien even ergens een broodje halen of zo. Dan ga ik het even daar opeten. En dan ga ik daarna gewoon weer terug naar hier. Want ja, ik denk dat ik dat ongeveer een beetje zo ga doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik ga straks richting school toe. Richting de Wibautstraat. Dus ik ga zo straks de bus pakken. De metro pakken. En dan ben ik daar. Dus ik zal misschien proberen om zoveel mogelijk nog te filmen. Op school zeggen gaat dat sowieso denk ik niet lukken. En ook dat je weer na een half jaar weer op school bent. Lijkt me heel raar of zo. Dus ik zal dat straks wel even vertellen hoe dat allemaal was. Maar ja, ik ga me eerst even verder klaarmaken. En dan ga ik richting Amsterdam. Hey, ik ben weer thuis hier aangekomen. En het regent echt onwijs hard. Ik heb net echt tot 3 keer toe proberen een stukje op te nemen. Maar ik ga lekker mijn broodje eten. Want ik heb super veel honger en ik ben echt heel moe. Ik ga even wat te drinken erbij pakken. Even een beetje cola. En dan ga ik dat even lekker opeten. Heel even kort nog over mijn inzage. Ik had natuurlijk inzage net van CE4. Van beide tentamens, van de herkansing en van de normale. En gelukkig bij de herkansing vooral. En bij de normale wist ik het niet heel erg goed eigenlijk. Maar gelukkig bij de herkansing zag ik wel een aantal puntjes waarop, ja, naar mijn mening niet goed is beoordeeld. Dus dat vind ik op zich wel heel erg chill. Dus ik hoop dat daar verder nog wat uit gaat komen. En dat het nog misschien verhoogd kan worden. Ik weet het niet. Ik ga het zien. Maar ik ga nu eerst even lekker aan tafel. Lekker eten. Inmiddels is het alweer een uurtje of 3 volgens mij. En ik ben nog steeds hier. Want ik ben nu even op mijn vader aan het wachten. Want die komt hier als het goed is straks met de auto langs. Want hij werkt op Schiphol. Dus dan rijdt hij even hier langs. En dan haalt hij mij even op. Dus dat is wel heel erg chill.
hoef niet meer met het OV met dat vieze mondkapje. Maar daar moet ik even op wachten. En ik had net eens eventjes een TikTok opgenomen. Die staat nu op mijn TikTok kanaal. Wel heel erg leuk. Hoe noem je dat? TikTok account? TikTok kanaal? Zoiets? Kanaal. maar het regent ook echt weer vet hard. Echt vies hoor, dat weer. Het is toch, zou toch gewoon zomer moeten zijn. Trouwens, voor als je afvraagt, ik ben die plant even aan het verslepen. Maar ja, het is echt vies weer. Wat wil ik eigenlijk zeggen? Ik ben dus nu aan het wachten tot mijn pa straks komt. En het is wel heel erg fijn. Dan kan ik gewoon met de auto. En dan ben ik ook een stuk sneller weer thuis bij mijn ouders, zeg maar. Dus dat scheelt echt enorm. Hij zei dat hij rond 3 uur klaar was op werk. Dan moet hij daarna hier natuurlijk nog naartoe. Dus die is denk ik... Het is nu 3:10. Dus die, ik hoop dat hij dan om 3 echt gewoon klaar is. Want dan kan ik ook gewoon gaan. Oh mijn god, wat een weer. Niet normaal. Trouwens, dat wilde ik vertellen. Oh ja, ik was dus bezig met die TikTok. En ik heb dus eentje opgenomen over... Nou ja, gewoon een soort van grappig in mijn eentje met het blouseje. Dus die herken je dan wel. Maar in ieder geval, het duurt echt best wel lang. Zeg maar, je vergeet steeds hoeveel tijd zeg maar erin zit. En dat je die tekst moet je ook helemaal goed hebben. En precies op het goede moment, zeg maar, moet je het zeggen. Dus dat is nog best wel wat lastig. Ik wilde eerst namelijk iets van een dansje of zo opnemen. Maar dat vind ik zo lastig of zo. Ik weet niet, daar moet ik echt even op oefenen. Wie belt er allemaal aan? Dat is niet bij ons trouwens. Maar ik weet niet of je dat hoort. Wat ga ik doen? Ik ga denk ik even een beetje opruimen of zo. Tenminste, ik heb niet echt heel veel op te ruimen of wat dan ook. Maar ja, anders verveel ik me gewoon heel erg. Zo, er is iemand vet van aan het bellen. Maar dat is bij de buren of zo. Ik weet het niet. Even kijken. Jeetje, wat is er aan de hand toch? Kijken. Ik zie niks. Ik ga eventjes hier de boel een beetje opruimen. En dan ga ik mijn spullen maar pakken. En dan wacht ik gewoon totdat mijn vader omkomt of zo, denk ik. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En volgens mij heb ik gisteren helemaal niet gefilmd. Maar gisteren was ook niet heel bijzonder. Ik had eigenlijk de hele dag gewoon een beetje gechilled. En wat dingetjes aan mijn Instagram gedaan. En wel lekker pizza gegeten. De avond hadden we besteld. Echt super lekker. Maar ik heb me nu intussen alweer omgekleed. Aangekleed. Hoe je het ook wil zeggen. Ik loop even naar de spiegel. Dan kan ik het jullie wat beter laten zien. Het is trouwens echt rot weer vandaag. Maar ik heb wel gewoon een jurkje aangetrokken. Want ik ga straks even een fotootje maken. Maar kijk. Ik heb dus dit jurkje aan. Deze is van... Pamela Rijf met Naked. Ik weet alleen niet of ze hem nog zullen hebben, want hij was best wel snel uitverkocht. Maar hij is echt super leuk. Het printje is vooral heel leuk. Deze heb je ook kunnen zien in mijn shoplog. First impression shoplog. En ik heb mijn boots aan. Deze had ik in Batavia zat gekocht. En die zijn van Sasha. En mijn armbandjes. De onderste, deze is van My Jewelry. De bovenste is Lofi's. En deze is van Eddie. En mijn... hoe noem je dat? Braletje, dingetje. Is van Naked. Dus dat is wat ik aan heb. Ik ga even boodschappen zo halen met mijn moeder. En we gaan... Want we hebben morgen... Dat wil ik vertellen. We hebben morgen een barbecue met onze oude buren van Groningen. Want ik heb... Ik weet niet of jullie dat weten. Maar tot mijn 12e ongeveer heb ik in Groningen gewoond. Kom ik ook eigenlijk vandaan uit het noorden. Maar dus die komen morgen langs. Dus daar gaan we even wat dingetjes volgens mij nog voor halen. En voor vanavond nog wat dingetjes. Ik ga even langs het tuincentrum. Want daar wil ik dan dus een foto gaan maken. Ze hebben hier echt een super mooi tuincentrum in de buurt. En we gaan volgens mij nog even wat andere dingetjes halen. Zoiets. En ik moet dan om 4:30 ongeveer thuis zijn. Want dan heb ik een call met iemand voor Instagram eigenlijk. Maar daar vertel ik misschien later wel een keertje wat meer over. Maar ik ga even wachten. Volgens mij is het nu net droog. Dus ik denk dat we er nu vandoor gaan. Want als het straks weer gaat regenen, dan is het echt foute boel. Dus ja, wij gaan er vandoor. Ik zal jullie meenemen. Ik weet niet in hoeverre ik echt veel kan filmen. Het is wel zaterdag, dus super druk altijd in de winkels hier. En mijn arm is ook een beetje lam, dus ik ga zo even stoppen. Maar ja, ik neem jullie mee vandaag. En morgen hebben we dus die barbecue wel met mensen. Ja, dus ik weet niet echt of ik daar verder ga filmen, maar dat gaan we zien. Oké, we komen net van de supermarkt. Ik zit nu met mama in de auto, of tenminste mama is nu even de car aan het terugbrengen. Maar we zijn net dus bij... de supermarkt geweest. Dit licht is trouwens wel geïnstalleerd. We zijn net bij de supermarkt geweest.
We hebben veel boodschapjes gehaald en we zijn bij het tuincentrum geweest. Echt heel erg leuk, want we hebben daar dus een paar leuke foto's gemaakt. Met een kar met bloemetjes. Kijk, dat is deze geworden. Ik weet niet of die al op Insta staat, maar als het goed is komt die er wel snel op. Maar wij gaan nu richting huis. Gaan we even de boodschapjes allemaal inruimen. En dan heb ik dus een call, maar daar vertel ik later nog even wat meer over. Maar ja, wij gaan lekker naar huis. En we zijn weer thuis. Het was wel echt super gezellig. We zijn wel echt lang weg geweest. Iets langer dan ik had verwacht. Want ik moet over 5 minuten met die persoon gaan bellen dus. Maar ik moet nog even gaan kijken hoe we het gaan doen. Via welk platform en zo. Want dat hebben we nog niet echt besproken. Maar het is echt een zooi in mijn kamer. Dus ik ga het heel veel opruimen. Want anders dan... Yes! Want anders dan ziet het allemaal op de achtergrond. Dus ik ga heel even haar berichten hoe we contacten. Of hoe we gaan bellen. En even dit allemaal opruimen. En dan... zal ik jullie misschien straks gewoon wat over vertellen. Maar in ieder geval, ik ga eventjes bellen. En daarna ga ik even mijn broodje maken, want daar heb ik nu dus geen tijd meer voor. Dat had ik wel op gehoopt, maar dat gaat hem niet worden. Dus ja, ik ga het zien. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik heb me intussen al even omgekleed. Ik heb voor eigenlijk een wat simpelere outfit aangetrokken. In ieder geval voor mijn doen. Ik ga even naar de spiegel lopen, dan kan je het weer even wat beter zien. Ik ben heel erg moe van de trap lopen net. Ik was even een broodje aan het maken. Die zit nu trouwens in de oven, dus die moet ik straks gaan ophalen. Maar wat ik aan heb voor vandaag is dit topje. Volgens mij is deze van Vera Moda Only, zoiets. En die heeft aan de achterkant wel heel erg leuk van die touwtjes. Dus dat is wel heel erg leuk. En mijn 501 van Levi's heb ik eronder aan. En mijn Vans. Dus dat is mijn outfitje van vandaag. Want het is nu in ieder geval echt al super lekker weer. Dus volgens mij wordt het nog wel wat beter. Want het is nu op zich nog wel redelijk op tijd. Zo, oké. Even tandjes snel gepoetst. En ik heb trouwens intussen, ik ben echt heel erg, maar weer iets anders aangetrokken. Want wat ik net aan wel had, was eigenlijk best wel warm. En het is best wel lekker weer, dus ik heb nu even iets wat luchtigers aangetrokken. Ik doe echt even mijn haar fixen, want het is echt... ik moet het eigenlijk wassen. Maar we hebben dus morgen een les bij Sport City van spinning. En ik weet dat ik daarna gewoon zo erg ga zweten dat ik dan weer mijn haar moet wassen. Dus ik wacht gewoon op morgen. Maar in ieder geval wat ik nu aan heb getrokken, is dus ditzelfde topje nog steeds, maar met dit broekje. Deze is van de H&M. En die heb je als het goed is in, ik denk, 2 weken geleden ongeveer gezien. Want die had ik toen met Marleen gekocht. Bij de H&M dus. Ik ga even snel een lipdingetje opdoen. Als ik iets op heb met een glansje en vaak als ik een lipkleur op heb, dan doe ik deze combi op. Dus dat is dan deze van Clinique. Dat is de kleur 01 Nude Pop. Dat is deze. En dan doe ik deze eroverheen. En dit is de kleur 11 Ercus. Dus ik zal het even opdoen. Oké, en dan ziet het er zo uit. Het is gewoon een heel erg mooi glansje en een heel leuk kleurtje. Dus dat is wat ik altijd vaak wel op mijn lip heb. Maar oké, het is nu iets voor 2 en ze komen rond 2 uur hier. Dus ik ga vast naar beneden toe even mijn moeder nog helpen en even met Marleen praten. Want volgens mij zit hij ook beneden. Dus dan, trouwens, ik ga nog even een parfum op doen. Dat ben ik vergeten. Ik draag dus, zoals jullie misschien wel weten, echt super vaak die van Chloe. Ik heb deze ook in Amsterdam staan, maar dan net een andere versie. Vind ik ook heel lekker. Dit is wel echt mijn favoriet. Dat is die met het wat lichter roze strikje eraan. En deze is super lekker. Dus die ga ik even opdoen. En dan ga ik lekker naar beneden. En dan gaan we lekker gewoon chillen, lekker praten, lekker bijkletsen. Ik ben heel erg benieuwd, want we hebben elkaar dus ook echt al heel lang niet gesproken. En lekker barbecuen. Maar ik ga even kijken in hoeverre ik het verder nog ga filmen. Ik weet het niet zeker. Ik neem de camera in ieder geval mee naar beneden. Maar misschien dat ik ook wel wat dingetjes met mijn telefoon film. Maar ik denk niet dat ik echt ga vloggen. Dus waarschijnlijk zullen het wat sfeerbeelden zijn of iets. Maar dat moet ik even kijken. Maar ik ga lekker naar beneden. En dan spreek ik jullie later wel weer. Oké, we zijn met de vloer. Daar is ze. Wil je ook zo'n koekje? Ja. Dit is echt mijn favorite. Hier. Dankjewel. En ik? Mag ik er geen? Wil je er ook een? Nou, eigenlijk wel. Oké. Het zijn deze koekjes trouwens. Hoe heet het? Niet te gul, hè? Koekjes.
Ik zag het wel in Amsterdam liggen, maar die zijn hartstikke zacht. Nou, en is het lekker? Ik wil het nog wachten. Is het lekker, meiden? Oh my god. Maar het was heel gezellig, toch? Ja. Gelukkig. Kijk hoe hard ik heb gebruikt. Kijk, mensen. Dat is echt erg. We hebben een camera. Kan je mezelf zelf terugzien, hè? Dat mag niet, toch? We hebben een uur in de zon gezeten. En dit was... Kom maar. Een uurtje op het dakterras, hè? Ja. Dat kan toch niet? Nee. En Floor komt ook binnenkort naar ons toe. Tenminste, in Amsterdam. En dan gaan we daar even de boel onveilig maken. Kijk maar ineens zo. Nou, dit wordt mijn thumbnail. Kijk maar ineens. Oké, bye.